Okay. Holy fucking shit. What an entrance. En hallo iedereen, welkom terug bij Bionicle Heroes. We gaan revisit doen. Ja, we gaan niet de volgende Bionicle uitschakelen. Of de ja, wel. Het is Piraka is ook een Bionicle. Maar we gaan Vezok Coastline gaan we nu helemaal completen. Dus we gaan gewoon weer naar het eerste level Piraka Bluff. Daar missen we alle gold canisters. 2 silver canisters. En completion grade is silver. Waarschijnlijk moeten we dus ook een betere completion grade hebben. En waarschijnlijk kunnen we nu als Vezok spelen, maar dat weet ik niet zeker. Laten we even kijken of die ertussen staat nu. Piraka Bluff. Zeker weten, hij staat er gewoon tussen. Oké. Wauw. Vet. Ik weet alleen niet wat zijn abilities zijn. Nog. Dus we gaan een beetje spelen met Vezok. We gaan een beetje killen met Vezok. Vezok hoort nu gewoon bij ons. We hebben hem gewoon geturnd. Ja, maar dit is wel echt vet. Altijd de villain. Als ik de villain kon spelen. Dat is altijd echt gewoon... Bij Lego games is het altijd echt vet. Wil in Lego Batman had je dat ook, kon je gewoon... de villain hadden eigen levels. Ja, dus we hebben 2 playthroughs in Lego Batman. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Dat is leuk. Dat is gewoon leuk. Ook in Lego Star Wars trouwens. Alleen niet in de eerste... Niet in de eerste delen. Ja, wel gewoon op deze manier, zeg maar. Dus revisit. Maar completion rate... Ik weet niet waarom die... Waarom die grijs was. Want we hadden... Zeker wel alles verzameld. Maar goed, elke Bionicle is volledig geupgrade. Er zijn niet heel veel Bionicles die je dus kan spelen. Je hebt maar gewoon echt een setlist. Dit zijn de Bionicles en de rest kan nog niet. Ik weet niet waarom die zegt dat ik naar hun moet switchen. Terwijl ik eigenlijk gewoon naar deze gast moet switchen. Oh... Ik kan daar een hoofd van krijgen. Oh. Dat is het. Een masker. En nu we die gust ability hebben, kunnen we dus deze ook openbreken. Dan gaat die completion rate wel omhoog, ja. Dus we gaan gewoon fucking madness met Vezok hier. En zijn enige ability zo te zien is gewoon zijn wapen. Waterkanon. Of hero mode. Nou, dat zou sowieso villain mode moeten zijn, maar goed. Kijk hoor. Hier ergens moest ik dus Vezok zijn. Ja,
Ben niet helemaal zeker. Oh, die sticky bombs. Oh, shit. Die mines die plakken nu ook gewoon aan de enemy. Oké, nu hebben we dus Matoro. Waar is die fucking ability? Oh, hier. Oh, was dat het? Leek het daarvoor? Oké. Moet je dus alles gewoon kapot maken? Is dat nou gewoon de objective is dus gewoon... Oké. Ah, kijk. De eerste silver canister. Die we gemist hadden. Ik weet nog steeds niet waarom. Ik hoop niet dat we iets missen nu. Ik denk het niet. Ik hoop het niet. Bijna. Constructability. En dit. Maar dit was voor die canister. En die hebben we al. Maar toch. De Bionicle Pieces. De extra Bionicle Pieces kunnen geen kwaad. We hebben nu wel ongeveer 50.000. Dus het gaat vrij snel in deze game. Sneller dan in de eerste Lego game. Waarschijnlijk ga ik hier ook gewoon achter zetten, revisit ofzo, of zoiets. Het is gewoon basic coastline revisit. Ah, deze hadden we nog niet geopend. En dat is de laatste. Laatste silver canister. Dan... Ik wil nog even openmaken. Hop. We rennen snel door die levels heen. Dat is ook al, als je eenmaal weet hoe die levels in elkaar zitten, dan kan je daar snel doorheen runnen. Dat is ook met Battle Stars, is dat ook zo. Krijg je gewoon dat level krijg je in je hoofd en dan is het van, oh ja, daar is dat en daar is dat. Maar in de nieuwe Lego games is het wel een ander verhaal, hè. Maar dat is juist het vette. Gewoon de ontwikkeling van de Lego games. Alles wat ik zo'n beetje Lego wou, is een beetje Lego geworden. En ja, dat is een beetje de titels die ik eigenlijk gewoon Lego wou hebben. Die zijn eigenlijk allemaal uitgekomen. Ik bedoel, Lego Marvel was voor mij als kind iets wat ik gewoon sowieso al wou. En wat ook gewoon perfect uit is gevoerd. Gewoon, Lego Avengers laat jou gewoon
elke suit van Iron Man veranderen. Het is echt bizar hoe ze dat wel in een Lego game kunnen doen, maar niet in de fucking Avengers game. Dat is toch raar? Oh, dit is de area? Oh, serieus? The fuck? Hier moest ik nou met Facehawk heen? Was dat het enige waarom ik Facehawk nodig had? Om daar achter die stenen te komen? Waarschijnlijk Avak of Tok, die daar een van die twee, dat zijn die laatste, dat is die laatste sectie. Waarom kan ik? Oh, maar ik moet Yuki hiervoor zijn. Hij kan alleen maar construct doen. Wat ook logisch is, want hij is construction, dat zei ik al. Construct is denk ik gewoon, is gewoon construction, ja. Hij is wel fucking OP, LP ook met zijn wapen. Dus hij is niet alleen maar construction, zo te zien. Maar ja, dat is geen Bionicle hier. En hier kunnen we dus alleen maar voor. Ik weet niet of dit Tok of Avak is, maar een van de twee, dat weet ik wel zeker. En Tok staat ook niet bij die levels. Hij staat ook nog niet bij de levels. Oké, dan ben ik wel benieuwd hoe die. Hoe hij zeg maar daar tussen komt. Oh, de laatste canister kan ik wel pakken. Maar dat... Nee, wacht. Dat is nummer 3. Of 4. Freeze ability, okay. Dat is nummer 3. Oh ja, er zijn er maar 4, tuurlijk. Er zijn maar 4 van die gouden canisters. Waarschijnlijk ben ik nu gewoon al aan 3 visiten, maar is het gewoon slimmer om dat pas te doen als ik dus wel alle levels heb gedaan, maar... Nee, trouwens. Nee. Dat is wel goed. Meer Lego pieces. Meer Lego pieces. Oh. Dat even vast. Ja, we moeten door het hele level heen, denk ik. Of kunnen we gewoon terug? Nee. Oké, deze game had het dus nog niet. Fuck. Bij Lego Star Wars kon je dus zeggen van... Oké, ik heb alles, ik ga gewoon terug. Moet je dat hele klote level weer doorheen. Dat is gewoon... Of nou ja, het is niet... Sommige levels zijn wel echt gewoon... Fucked hoor. En bij Lego Harry Potter was dat ook zo. Ja, echt lange levels tussen die je wilt skippen.
Als je dan alles hebt. Als je elk karakter voor elke ability hebt en je kan revisiten, gewoon doen. En elke spreuk of zo. Maar ik heb Lego Harry Potter nog nooit gewoon 100%. Dus ik weet het niet, man. Ik heb Lego Star Wars trouwens ook nog nooit gewoon 100%. Het is de eerste keer dat ik het eigenlijk doe. En wat is beter dan op YouTube, toch? Jullie moeten mij ook even laten weten als ik gewoon Yakuza helemaal 100%. Maar dat gaat gewoon... Dat gaat heel lang duren, hoor. Niet normaal. Dan zou ik gewoon mijn eigen save, zeg maar, gebruiken. Dus gewoon de save die ik nu al heb. Dan zou ik de substories eigenlijk vrijwel overslaan, zeg maar. Want elke substory is gewoon echt... Het duurt zo lang. Dat wil je niet weten. Het duurt zo lang. En als ik daar iedere keer een video voor moet gaan maken... Dat is echt... Dat ga je 70 video's zien. 80 misschien wel. Voor iedere substory die ik doe. En misschien is dat ook wel leuk, hè? Ik heb geen idee. Voor mij is dat wel... Misschien is het wel wat. Om gewoon iedere substory gewoon apart te uploaden. Ja, nee. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik ga het gewoon doen. Want dan is het wel dus een guide. En dan kan ik dus wel gewoon zeggen van... Ik pak gewoon even die video er weer bij, weet je wel. Het is wel leuk om op YouTube te hebben als een soort van archive. Dus waarschijnlijk gaan we gewoon Yakuza volledig 100% op YouTube. Ja. We gaan het gewoon doen. New Game Plus. Hard Mode. 100%. En ja, ik weet wat, hoe lang dat heeft gedaan. Hoe lang dat heeft geduurd voordat ik met die real estate shit klaar was. Maar dat was echt... De reward daarvan is echt... Is top. En het is niet eens pijnlijk meer. Het is zelfs gewoon leuk als je het opnieuw doet, denk ik. Alleen de eerste keer is het gewoon uitzoeken van... Wat moet ik nou eigenlijk doen? What the fuck? En bij sommige substories was het ook gewoon van... Waar vind ik dat item? What the fuck? Maar nu weet ik gewoon waar ik dat item vind natuurlijk. Want ik heb het al gedaan. Maar dan gaat het wel... Nee, dan gaan we wel door de story heen substories doen. Dan wordt het wel, wel door de story heen. En dan van iedere substory gewoon een aparte video, yep. Heeft geen haast. En ik moet het waarschijnlijk toch wel doen, want voor die 100% moet ik sowieso shit doen die je eigenlijk niet in een normale playthrough wilt doen. Dus je moet het sowieso doen. En beter gewoon meteen doen. Door de story heen, want later. Als ik het buiten de story ga doen. Als ik na de story substories ga doen.
Dus een premium adventure, dan is het gewoon, dan... Ja, dan gaat het gewoon extra lang duren. Gaat lang duren. Plus, er zit ook content gelokt achter de substory, die belangrijk is voor de story. Mountain Dew. Niet gesponsord, trouwens. Ah, kijk, we hebben weer een figuurtje. Ik weet niet wie dit, wie dit nou is. Ik heb geen idee. I have no idea wie dit is. Nee, maar ik wou wel sowieso Yakuza uitgespeeld zelf hebben. Want ik wou het wel op de New Game Plus doen. Dus. Want je hebt ook Legend Mode. Maar dan zou ik... Ja, eigenlijk zou ik het dan gewoon op de Legend Mode doen. Dan zou ik het niet op de New... Nee. Oké, wacht. Want in Yakuza Zero zit Legend apart. Maar in Yakuza Kiwami zit Legend gewoon in New Game Plus. Dus daar kan je het wel een New Game Plus doen. En in Kiwami 2 zit hij ook gewoon een New Game Plus. Vanuit daaruit zit hij gewoon een New Game Plus. Maar in Yakuza Zero, voor een of andere reden, zit hij gewoon apart. En kan je hem niet in New Game Plus doen. Ik weet ook niet waarom. Het is echt gewoon heel apart. Dus revisit ronde. Dus we gaan gewoon... Oh nee, wacht. Doen we wel gewoon een aflevering. Zie jullie in de volgende. En doei.